In dit filmpje zal ik met jullie over hebben over wat er precies nou verandert binnen in je lijf. En daar gebruik ik vrij veel platen voor, zodat je goed kunt zien wat er nou precies gebeurt. Nou, de eerste plaat, kun je het verschil zien hoe je bent, zeg maar, voordat je zwanger werd en als je hoogzwanger bent. En dit is nog niet eens volle map, hè? Dit is zo 8 maanden, zeg maar, dus het wordt nog een beetje voller. Nou, waar is het nou het grootste verschil? Bij een normale lichaam, zeg maar, toen je niet zwanger was, had je je buikholte. Die was gevuld met je ingewanden. En je borstholte, daar zitten je longen in. Die zijn gescheiden van elkaar door het diafragma. En het diafragma is een peesplaat die heel iets gebogen is. En die gebruik je door te ademen. Ja, die kun je daarmee mee ademen. Alleen nu, door die baby drukt de boel steeds verder omhoog. Dus je kunt steeds minder goed en diep ademen. En daarnaast krijg je dus dat je lichaam ongeveer 1 liter extra bloed aanmaakt tijdens de zwangerschap. Als reserve voor de bevalling. Dus je hebt meer bloed, wat allemaal rondgepompt moet worden. Maar je hebt minder longinhoud, dus je kunt minder zuurstof binnenkrijgen. Nou, en dat maakt dat als jullie een beetje stevig doorlopen, of als je iets te enthousiast de trap oploopt, dat je dan zo buiten adem bent. Dat je zo stil staat te hijgen. En dat is wel vrij normaal.